En dan zijn we weer bij toer 9. Toer 9 gaan we reliefstokjes maken. En voor reliefstokjes hoef je maar twee lossen omhoog. Want je gaat natuurlijk in het stokje werken. Dus je hoeft geen drie omhoog te maken. En dan hebben we het volgende. Je kan weer net zoals je hier begonnen bent. Meteen met een reliefstokje voor. Als je denkt, ik wil het juist wisselen. Kan je ook eerst een reliefstokje achter maken. Dat is maar net wat je mooi vindt. Ik vind het mooi dat hij weer aan de voorkant terugkomt. Dus ik begin met een reliefstokje voor. Om weer even geheugen op te frissen: dat was omslag. Je gaat als hij voor moet, naar achter het stokje zodat hij naar voren komt. Dus je gaat achterlangs, je gaat je draadje halen en je maakt je reliefstokje voor. Als je zegt ik ga naar achteren, ik moet naar achteren, is het weer omslag. Nou, zorgen je dat je voorom gaat. Dus je steekt van achteren in en je duwt het stokje naar achteren. Waardoor het een relief stokje achter wordt. En je maakt je stokje. Dus nog één keer en dan ga je dat de hele toer herhalen. Ik ga hem niet helemaal voorhaken, maar ik kom aan het einde pas weer terug. Je gaat een stokje voor. En een stokje achter. Van achterlangs om het stokje heen. En je gaat achterlangs. Je kan altijd deze toer herhalen met voor- en achterlangs. Klik dan op deze link als je dat graag mee wilt. Dan wordt die weer helemaal voorgehaakt. Als je zegt nee, ik kan het zelf, heel veel succes. En ik zie je zometeen aan het eind van de toer nog even terug hoe je daar weer netjes het einde van je toer maakt. Dus tot zo en heel veel succes met de haken. En we zijn aangekomen bij het einde van toer 9. En aan het einde van toer 9 zie je hier nog je twee steken als laatste. Dan is het een kwestie van nog een stokje. Achter. Als je dus met het stokje of het reliefstokje voor begonnen bent, eindig je met een reliefstokje achter. En andersom ook. Als je met een reliefstokje achter begonnen bent, is hier je laatste reliefstokje. En dan zoek je 1, 2, 3 losse. En daar maak je je steek in vast voor het stokje op de hoek. En ik zorg dat ik twee draadjes aan de bovenkant heb zitten. En één draadje aan de onderkant. Dan krijg je die mooie rechte zijkant van. En zo heb je toer 9 afgemaakt. Zorg dat je even je steken telt, dat je er 140 hebt. En dan kom ik zo meteen voor je, bij je terug voor toer 10. Tot zo!